Hoi en welkom bij weer een nieuwe DIY-video. In deze video gaan we dit soort vazen namaken. Deze liggen vaak in de winkel voor 20 tot 25 euro en ik dacht dit kan vast goedkoper. En dat kan zeker door middel van deze foam. Oorspronkelijk is het isolatiemateriaal voor buizen en deze liggen in diverse diameters in de winkel. Ik heb de mijne persoonlijk bij de karwei gehaald, maar ik weet zeker dat de Praxis en de Gamma dit ook allemaal gewoon zullen hebben liggen. Daarnaast heb ik deze keer een Stain Effect spray paint gekocht. Ik wou deze gewoon een keer uittesten. Ik heb het al vaker gezien, dus ik dacht waarom gaan we dat niet proberen. De foamrollen zijn rond de 1 euro tot 1,20 ongeveer, afhankelijk van de maat. En verder rest wat ik nog ga gebruiken is deze oude waterfles en dit oude frappuccino flesje van Starbucks om de vazen zelf mee te maken. De waterfles, er heeft helaas iets in blijven zitten waardoor het is gaan roesten, dus die kan ik toch niet meer gaan gebruiken. Dus waarom niet gebruiken voor deze DIY video. De steenspray is €15,49 bij de karwei. Dus als je die ook eventueel wil halen, kun je die daar vinden. Maar je kunt natuurlijk ook in plaats van spraypaint gebruik maken van een eerdere techniek die we een keer hebben gedaan op mijn YouTube kanaal. Namelijk door middel van baking soda toe te voegen aan je verf, zodat je meer een structuur krijgt. En door gewoon je kwast erop te spetteren, krijg je ook een beetje hetzelfde effect daarop door middel van verschillende kleuren. De eerste stap is heel simpel en dat is de foam door tweeën knippen. En ja, dan gaan we lijmen. Ik gebruik hier deze keer expres mijn normale lijmpistool, want hier heb je wel echt wat lijm voor nodig. In totaal heb ik voor deze twee vaasjes in totaal 3 lijmpatronen gebruikt. Dus hou er even rekening mee dat je wel echt even wat lijm nodig hebt. Maar het is gewoon echt het meest simpel ooit. Je doet van tevoren uitmeten hoeveel je ongeveer nodig hebt. Je zet dit goed vast. Ik kwam hier al snel achter dat het veel te lang duurde met het opdrogen. Misschien door het weer, omdat op dat moment dat ik het maak hier wat warmer is op de kamer. Maar in ieder geval, het droogt niet snel genoeg. Dus ik raad je zeker aan om even wat schilderstepen bij te pakken, zodat je dit vast kan tapen. En op die manier niet je vingers hoeft te verbranden met te lang vasthouden. Voor deze eerste doe ik alleen de grootste versie gebruiken. Zal er trouwens 2 verschillende versies liggen in de winkel. Dit is degene waar geen dubbelzijdige tape op zit. Er was er ook eentje waar die al op zat en die was wat duurder. Maar we houden er natuurlijk van om onze DIY projecten zo goedkoop mogelijk te maken en te houden. Dus daarom raad ik aan de gewone te doen. Aangezien die tape je toch niet kunt gebruiken. Zoals je ziet, voor mij is er in totaal voor deze specifieke fles, komt deze precies uit met 4 keer rondom me heen. Dus dat komt wel mooi uit. En ja, dat is eigenlijk al klaar. Hou er even rekening mee, zeker rondom de opening. Ik doe er iets meer moeite ervoor dat deze iets netter eromheen zit, iets strakker eromheen zit. Maar hou er rekening mee, je gaat het dak toch spray painten of gewoon verven en dan zie je er bijna niks meer van. Voor dit kleine vaasje heb ik besloten, omdat dit vaasje van wat dikker ook naar smaller loopt, om alleen aan de onderkant hier de foamrollen toe te passen. En in dit geval was dat de middelste maat die precies uitkwam als ik deze twee boven elkaar deed bij alleen de bolling van het flesje. En ja, dat is de voorbereiding eigenlijk klaar. Laat het even goed 24 uur drogen en dan kun je overgaan naar verven. Deze krijgt inmiddels een tweede coat. En ja, heel simpel. Het maakt wel een beetje rotzooi. Ik had gehoopt, ik had misschien eigenlijk beter een grotere doos moeten gebruiken. Maar het geeft wel echt een heel leuk effect. En hier zijn ze dan al klaar en in gebruik. Ik denk dat het een heel leuk, simpel idee is. En op deze manier je ook heel fijn weer wat dingen kunt hergebruiken al in en rondom je huis. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hoop ik voor je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral een duimpje omhoog te geven. En ja, wil je dit soort video's vaker zien, doe ik vooral abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!